Die clubhuizen bestaan nog steeds. Die mensen bestaan nog steeds. Die zijn niet van de wereld af. Die hergroeperen zich direct en die gaan direct over tot de orde van de dag. Je kunt er vergif op innemen dat No Surrender de volgende is die aan de beurt is. We hebben nu Bandidos gehad, Satudara. Ja, dan blijven er eigenlijk nog twee over, de Hells Angels en No Surrender. Nou ja, de Hells Angels zijn natuurlijk al aan de beurt geweest, natuurlijk in 2009 of zo. Dat is mislukt. En misschien is er ook wel een idee van justitie om dat goed te krijgen natuurlijk. Maar ze toen hebben laten mislukken om dat nu wel bewijsbaar te krijgen. Dat zal allemaal kunnen. Nou wil justitie met het vonnis waarmee de pedofiele club Martijn is verboden, jullie de nek omdraaien. Laat ik even grof zeggen, ik steek mijn lul niet in een moddervis. Dus ja, ik maak me er niet zo druk op. Nee, maar... Kijk, ik vind dat ik niks fout doe. Ik vind dat de club niks fout doet. Dat individuele leden wat fout doen of gedaan hebben, ja, dan moeten ze dat nogmaals weer zelf weten. Dat is hun eigen pakje aan. Dus de club zelf heeft geen strategie om iets fout te doen. Er staat ook niet in ons clubreglement dat we mensen moeten afpersen, dat we mensen moeten bedreigen. Er wordt geen instructie gegeven vanuit de club. Ja, ik zie daar helemaal niks in. Stel nou dat de rechter toch meegaat in de eis van justitie. En de eis van justitie zal zijn om een einde te maken aan motoclubs als Satudara, als No Surrender. Betekent dat dan ook een einde van die motoclubs? Ja, maar dat zal nooit gebeuren. Kijk, je hebt nou maar Duitsland... dat is wel een doel. Ja, nee, kijk, doelstellingen zijn leuk, maar die worden niet altijd gehaald. Doelstelling is leuk. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld 3 grote motoclubs verboden om uitingen naar buiten te brengen. Nou, wat is er gebeurd? Die hebben nu in één keer letters achter op de rug dat iedereen toch weet dat het bij die motoclub hoort. Dus die motoclub bestaan allemaal nog steeds. Die clubhuizen bestaan nog steeds. Die mensen bestaan nog steeds. Die zijn niet van de wereld af. Die hergroeperen zich direct en die gaan direct over tot de orde van de dag. En er wordt direct iets nieuws bedacht. Of een nieuw logo, of een nieuwe uiting van... Kijk, laten we eerlijk zijn. De meeste mensen van ons zijn de hele rug getatoeëerd weer van No Surrender. Dus ja, dan gaan we blote pens rijden, zeg ik dan maar op mijn beurt. Ja.